Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandagochtend en het is net licht geworden. Het is 8:05. Ik ben wel heel blij dat het nu gewoon licht is. Dat ik niet in het donker naar mijn werk ga. En dit is de eerste werkweek na mijn vakantie. Dus we gaan er weer voor. We gaan weer werken. We gaan weer gezond leven. Je hebt gezien in de vorige vlog dat Sven en ik allebei een beetje zijn aangekomen. Vinden we niet erg, maar het is nu wel weer gewoon gezonde leven. Let's go. En daar neem ik je natuurlijk weer in mee. Dus kijk gezellig mee. Ik ga aan het werk. En ondertussen vlog ik wat ik doe. Zoals ik altijd doe. Oké, we gaan. Het is alweer 11:50. Ik kreeg nog een pakketje. Ik krijg af en toe perspakketjes. Dat vind ik soms wel leuk om jullie te laten zien. Ik grijp even. Ik kreeg namelijk deze glutenvrije koeken van Zonnatura. En ze zijn niet gezond, denk ik. Tenminste, dat zou me verbazen. Nee, ze zijn niet gezond. Maar voor mensen die glutenvrij eten, misschien wel een goede tip. Deze is met pure chocolade en deze is met appel. Dus mocht jij glutenvrij moeten eten en toch af en toe een koek willen eten, dan is dat wel een leuke optie. En dit leuke kommetje zat erbij, dus dat vind ik ook wel leuk. Ik ben altijd op zoek naar leuke kommetjes en zo voor foto's. Ik denk dat Sven echt gek gaat worden, want we hebben dus heel veel alleenstaande kommen en borden en weet ik wat allemaal in de kast staan. Ik heb ondertussen ook trek gekregen, dus ik ga even wat eten. Ik heb kwark meegenomen. Daarin zit sinaasappel, kaneel, nootjes en cacao nips. Dus dat ga ik lekker opeten. En dan heb ik nog meer cliënten. Ik ga vandaag door tot 3:00. En daarna moeten we nog even vlog editen. En tussendoor heb ik net al helemaal een artikel getypt. Dus dat is super. Het gaat lekker weer. Het is 4:10 en ik ga lekker naar huis. Ik heb dus cliënten gezien en advies nog net getypt. Alvast mijn vlog een stukje geëdit. Die ga ik straks nog even afediten. En dan gaan we ook even boodschappen doen. Dat gaan we waarschijnlijk even samen doen. Maar ik ben dan in zo'n hectische week. Het is een beetje een drukke week. Dan ben ik altijd geneigd om een soort van de weekboodschappen over te slaan. Maar ik had nu zoiets van, nee, ik moet wel gewoon weekboodschappen doen. Want anders dan ben ik elke keer weer een kwartier kwijt aan boodschappen. En dat elke dag. En dan ben je dus uiteindelijk veel meer tijd kwijt aan boodschappen. Snap je me nog? En ook maak je dan sneller ongezonde keuzes. En we willen gezond bezig zijn. Dus we gaan, ook al is het niet heel handig. Het is nu al 4:10. Ik moet nog vlog editen. Sven die is naar de kapper. Dus waarschijnlijk gaan we pas om 5:30 of 6:00 zo boodschappen doen. Maar we gaan het wel doen. Alright, de vlog verder editen, maar ik ken mezelf een beetje. Ik begin nu al trek te krijgen en het duurt dus nog even voordat we gaan eten. Dus ik heb even 2 boterhammen met daarop 2 gebakken eitjes gemaakt. En ook een beetje sweet chili saus. Dan is in ieder geval mijn honger nog even gestild. We zijn boodschappen aan het doen. En Sven wil deze meenemen voor Molly en Maukie voor als ze buiten zijn in het donker. Dat kan toch niet? Ze hebben hier wel leuke dingen. Kijk, ze hebben ook een speeltje voor katten. Je een mooie trui? Die is veel te klein voor jou. Ja, zo ziet het er leuk uit. Leuk, hè? En wat kunnen ze dan vangen? Kunnen ze vormpjes leren? Weet ik veel. Of deze. Ja. Of deze. Ja. Wauw. Hij heet ook Zoofari. Is niet duur. Of een jumper. Oh. 5,95. Kijk deze. Die is echt niet. Deze is 29,99. We zijn weer thuis en we hebben eten gemaakt. Ik heb een salade met bonen en bietjes en komkommer en daaroverheen hummus en een kipje erbij. En tijd voor een avondsnackie in chillkleding. Ik heb net al even zitten lezen. Echt heerlijk vind ik dat af en toe. Je gaat al zo snel gewoon vlogjes kijken. Tenminste, ik doe dat heel snel. Dan ga ik gewoon vlogjes kijken of tv kijken. En af en toe lezen vind ik ook zo lekker. En nu heb ik een snack. Warme appel met kaneel en kwark. En Sven had ananas. Dus de eerste dag gezond eten ben ik goed doorgekomen. Jij? Ik ja? Sven had trouwens nog gecheckt. Hij was 3,5 kilo aangekomen op vakantie. En ik dus 2,5. Ik ben benieuwd. Ik denk echt dat het ook deels vocht is. Dus dat het er relatief zo weer af is. Maar dat gaan we wel zien. Ik vind het gewoon weer heerlijk om weer gezond te eten. Dat voelt goed. Ik heb net ook even eiwitrepen besteld bij Body & Fit Shop. Want dat vind ik ook heel lekker. Om toch nog een soort van
zoete snack te hebben. Die ook een beetje je eiwitten aanvult. Ik heb het wel vaker gezegd. Ik vind dat niet helemaal 100% gezond. Maar ik zie het soort als... Nou ja, middenweg tussen ongezonde snack, dus een mars of zo. En een gezonde snack, zoals bijvoorbeeld een appel of kwark met fruit of zoiets. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben net uit bed. Vandaag wordt een best wel drukke dag, maar wel weer een afwisselende dag. Dus dat is prima. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Ik heb kwark met bosbessen en amandelen en cacao nips. Kan je het zien? Ja, mijn schaduw valt er net overheen. En ik heb natuurlijk een grote kop vers gemberthee. Ik ga eerst eventjes ontbijtnieuws kijken en dan gaan we direct aan de slag. Nou, zoals je zag heb ik me dus omgekleed en opgemaakt. Dit is mijn outfit. Gewoon heel simpel. Zwarte broek, witte trui. En nu ben ik aan het meal preppen voor vanavond. Ik heb hier kip in de pan en hier staat rijst te koken. Dan gaat dit bij de kip en champignons bij de kip. En voor Sven een beetje teriyaki saus. Ik denk dat ik ook een heel klein beetje ervan bij ga doen. Maar niet veel. En dan is het alweer klaar. Ik ben op mijn kantoor en ik heb al twee cliënten gezien. Eén mevrouw die moest aankomen en één nieuwe mevrouw die ik een heel aantal jaar geleden al gezien heb. En die wil nu voor een maagoperatie gaan. En dan begeleid ik, dan moeten ze zeg maar vooraf onder begeleiding van de diëtist zijn. En dat doe ik dan. En nu is mijn batterij bijna op, dus die ga ik eerst even vervangen. Zo, dat is beter. Nu blijven jullie het weer doen. En ik heb nu mijn pakketje van Body & Fit Shop binnengekregen. En ik ga jullie even laten zien wat ik besteld heb. Ik heb het dus gewoon zelf betaald. Het is niet gesponsord, whatsoever. Maar ik weet dat heel veel van jullie het leuk vinden om te zien. Allereerst is dit eiwitpoeder die ik vaak gebruik. Is het de allerbeste? Nee, maar ik vind het voor mij helemaal prima. En we hadden alleen nog maar aardbeien smaak. Die vindt Sven heel lekker, maar ik vind vanille eigenlijk ook lekker. Verder heb ik eiwitrepen gekocht. Zoals ik jullie gisteren ook al zei, is het ja, niet het meest gezonde wat je kan eten. Maar ik vind het gewoon af en toe heel lekker. Allereerst de Smart Bar Crunchy in white chocolate cookies. Dan de Smart Bar Crunchy in chocolate peanuts. Dan de Perfection Bar Crunchy in chocolate toffee. Volgens mij heb ik die eerder gehad. En vond ik die heel lekker. En dit is ook een van mijn favorieten. De normale Perfection Bar in White Chocolate Sensation. En je mag dan een cadeautje erbij uitzoeken. Toen had ik Massive Gainer uitgezocht. Ik zei als grapje van kijk Sven, ook je Massive Gainer. Maar Sven zei dat hij al Massive gegained had op vakantie. Dus dat hij dat niet meer nodig had. Maar ik heb in ieder geval weer wat eiwitrepen. Hier doe ik dan weer heel lang mee. Dus hoef ik echt tijden niks meer te bestellen. Dus dat is perfect. En ik ga nu ook even een eiwitreep eten. Ik denk dat ik voor de Perfection Bar Chocolate Toffee ga. Kijk, zo ziet het er dan uit. En zo van de binnenkant. Ik vind het dus echt best wel heel lekker. Het is niet te vergelijken met een marsreep of zo, maar voor af en toe, ik vind het wel lekker. En alweer tijd om te eten. Dit is mijn prakje uiteindelijk geworden. Ik ben bijna klaar. Ik moet nog twee cliënten en daarna nog twee uurtjes lesgeven. Maar nu is dus eerst eten. Ik eet altijd ongeveer 2 uur van tevoren voor het lesgeven. Want anders krijg ik er sowieso last van. Zeker met Zumba. Als je dan zo staat te stuiteren, dan komt het gewoon weer omhoog. Of ik krijg darmklachten of wat dan ook. Trouwens, het gaat weer best wel goed met mijn darmen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat valt me niet tegen. Even afkloppen. Maar so far so good. Zo, tijd om te gaan lesgeven. Dit is mijn outfit. Mijn favoriete Adidas shirtje. Mijn Gymshark broek. En mijn nieuwe schoenen van Nike. Ik ben er zo blij mee. Ik zal ze even wat dichterbij. Oh, kan ik net zo goed zo doen. Echt zo cool. Ze zitten echt zo lekker. Dus ik durf het wel aan om er ook gelijk op te gaan lesgeven. Ondanks dat ze nog nieuw zijn. Maar ik heb ook wel een beetje het gevoel dat mijn leven weer een beetje op de rit komt na de vakantie. Ik moet altijd nog een beetje inkomen. Zeker omdat er zoveel werk dan is blijven liggen. En je moet al je mailtjes beantwoorden. En meer cliënten zien dan normaal. Omdat die allemaal willen na de vakantie. Dus het was best wel druk deze dagen. En de komende dagen is het nog steeds druk. Maar ik begin wel weer wat meer overzicht te krijgen. En
Ik heb ook het idee dat ik, zeg maar, nu ik weer gezonder eet, dat ik dat nu ook gelijk al wel merk. Dat ik me weer energieker ga voelen. Het kan ook in mijn hoofd zitten, maar ik geloof daar echt oprecht in. Dat als je gezonder eet, dat je dan ook dat heel snel merkt in je energielevel. Dus dat is fijn. Ik heb ook wel zin in het lesgeven. Dus let's go. Mocht je het niet weten, ik geef eerst een uurtje Zumba en dan een uur bodypump. Dat was weer heerlijk. Moe maar voldaan op de bank met een megabak havermout met pindakaas en eiwitpoeder. Wat wil je nog meer? Sven is ook al thuis, maar die gaat even in bad, zei hij. Dus ik ga nog even een vlogje kijken. Ik denk even onder de deken, want ik heb het koud. Maar het is ook koud buiten. Ik moest gewoon krabben. Als mijn auto dan de hele dag op de sportschool staat en ik kom pas laat thuis, dan moet ik gewoon soms krabben voordat ik naar huis ga. Maar ik ga nog even vlog kijken en dan ga ik ook douchen, mijn haren wassen en dan lekker slapen. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Het is 8 uur. Ik heb ietsje langer geslapen dan normaal. Ik had om 7:30 de wekker gezet. Dat leek me verstandig, want ik heb vandaag een hele lange dag. Ik ga nu eerst ontbijten. Ik heb een bakje kwark met peer en nootjes en cacao-nips. Ik ga straks eerst cliënten doen. Daarna ga ik waarschijnlijk even golven, als ik daar inderdaad tijd voor heb. Ik heb als het goed is even 1,5 uur tussendoor, dus dan kan ik gewoon golven. Tenminste, dat lijkt me wel leuk. En dan vanavond heb ik een bijeenkomst van diëtisten. Van het diëtistenplatform Noord-Nederland heet dat. Dus alle diëtisten, zeg maar, hier uit de provincies. En dan gaan we bespreken over allerlei dingen. Dus dat heb ik vanavond. Dus echt een lange dag, maar wel weer gevarieerd. Dus ik denk dat het helemaal goed komt, jongens. Ik neem jullie ook gewoon mee, dus dat scheelt. Dat is ook al leuker. Jongens, wat een drukte. Het is alweer 1 uur en ik heb er nog geen moment gedacht om een vlogcamera erbij te pakken. Of om überhaupt iets anders te doen dan cliënten te zien. Maar het was wel een ochtend die heel snel ging, dus dat is super fijn en een goed teken. Ik ga zo even lunchen, want ik heb best wel trek. Ik heb een salade gemaakt, ik zal hem even openmaken, dan kunnen jullie het beter zien. Maar ik heb een salade met komkommer erin en er zit biet in en voor de rest, ja, allemaal lekkere toevoegingen. Ik heb hummus als dressing gebruikt en dat is wel een tip. Want hummus is natuurlijk heel gezond, zeker als je het zelf maakt. En dan kun je toch meer smeuïgheid aan je salade geven zonder dat het heel veel ongezonde dingen bevat. Dus dat ben ik heel blij mee, dus die ga ik lekker opeten. Ik heb er nu ook echt wel zin in, moet ik zeggen. Het is inmiddels 3:00 en ik ben op de golfbaan. Ik heb toch maar besloten om inderdaad even te gaan golven. Dat is iets wat ik normaal misschien niet zou doen, omdat ik nog best wel veel te doen heb. Maar ik ben vanmorgen natuurlijk om 9:30 begonnen met cliënten zien. Het is nu 3:00 en ik moet vanavond nog naar die bijeenkomst. En dat duurt tot 10:00 s'avonds of zo. Dus anders ben ik gewoon van 9:30 ochtends tot 10:00 s'avonds aan het werk. En op zich is dat voor een dagje ook helemaal niet erg, hoor. Maar ik weet dat ik gisteren gewoon ook al een hele lange dag heb gedraaid. En ik weet dat ik het ook best wel goed doe op af en toe eventjes ontspannen. En golf is daar wel iets, een ontspanningsmomentje van. En zeker, het is hartstikke mistig. Ik weet niet of je het bent. Ja, je ziet het wel een beetje buiten. Maar je kan echt bijna niks zien. Maar Sven is hier ook. En we vinden het ook heel gezellig om dingen samen te doen. En hij vindt golfen natuurlijk ook onwijs leuk. Dus ja. 2 of 3 vliegen in 1 klap. Heb ik nou een blik? Nee, valt mee. Ik vind het allemaal wel prima, jongens. Oké, dus ik ga golven. Zo, golflesje weer gehad van deze knappe pil. En nu een kopje thee gedronken. En dan ga ik straks weer omkleden en dan naar de avond voor diëtisten. Nou, ik ben er. Ik ben zo koud geworden. Echt niet normaal. Maar goed, nu kunnen we even opwarmen, want we hebben hier dus ook eten. Het is nu 6:30 en ik heb een paprika soepje en een broodje met komijnenkaas en een broodje met zalm. En weet je wat het allerleukste is aan zo'n cursusavond? Dat Anneloes is er ook. Yeah. Dat moest. Dat is gezellig, dus dan kunnen we ook een beetje bijpraten. Beetje. Een beetje, een heleboel. Voor technologie beschikbaar, zowel voor consumenten als voor zorgverleners. Is daar ook altijd per se iets tussen die twee? Goedemorgen, het is donderdagochtend, 7:00 en ik ben weer wakker. Ik was gisteren om 9:45 of zo thuis, dus dat was nog wel oké. Alleen dan weer om 6:30 opstaan is dan wel eventjes zuur. Je hebt dan echt het idee dat je helemaal niet thuis bent geweest en alweer weg moet. Maar goed, dat is echt een luxe probleem tenminste.
Dat maakt me eventjes niks uit. Het is even een drukke week, maar we komen er wel weer. Ik heb vandaag ook weer een hele leuke dag. Ook weer heel verschillend. Ik ga eerst cliënten doen. Dan heb ik een lunch met mijn intervisiegroepje. Dus ook collega-diëtisten, waar we altijd besprekingen mee hebben. Dat gaan we deze keer doen tijdens de lunch. Dan ga ik weer even terug naar mijn werkplek om de vlog te editen die jullie vrijdag kunnen zien. En ik hoop dan nog even te kunnen sporten, al heb ik het idee dat dat niet gaat lukken. Maar goed, dan vanavond ga ik met Rashida naar de voorstelling van Nienke Plas. Dat vind ik echt super leuk. Ik ga wel vandaag deze vlog afsluiten. Maar ik denk dat ik dan gelijk weer begin. Zodat jullie ook even meekrijgen dat we naar die voorstelling gaan en wat we daarvan vinden en zo. Want daar ben ik wel excited over. Dus dan vind ik het wel leuk om te vloggen. Nu ga ik eerst eventjes mijn haren nog doen. Het zit bijna goed, maar ik ben nog net niet helemaal tevreden. En dan ga ik naar werk. Ken je dat gevoel dat iedereen ziet, of dat je denkt dat iedereen ziet dat je nog zo'n gigantisch slaaphoofd hebt? Dat heb ik nu. Ik weet niet. Ik vind het altijd moeilijk te beoordelen aan mezelf. Maar ik heb echt een beetje van die zere ogen. En echt het gevoel dat ik wallen tot onder mijn oksels heb. Maar volgens mij valt het nog enigszins mee. Ik heb maar even een kopje koffie genomen om wakker te worden. En dan is het alweer tijd om deze vlog te gaan editen. Zodat jullie hem morgen kunnen zien. Ik ga dus straks gelijk weer beginnen met een nieuwe vlog. Daarin zie je natuurlijk verder hoe wij omgaan met weer gezond leven na onze vakantie. Maar tot nu toe gaat het echt heel goed. Ik ben echt heel tevreden. Want ik had een mega drukke week en dan schiet je snel in van oeh, ik heb geen tijd om gezonde maaltijden te maken. Of geen tijd om dingen te maken die ik mee kan nemen naar mijn werk. Maar ik heb dat gewoon wel gedaan. Daar ben ik heel blij mee dat ik wel die tijd heb genomen. Want ik voel me gewoon al veel beter. Ik heb geen idee of ik ook al lichter ben. Dat interesseert me ook niet. Ik focus me echt voornamelijk op hoe ik me voel in mijn lichaam. En dat gaat gewoon nu al beter. Na een paar dagen gezond eten merk ik al onwijs het verschil. Daarnaast merk ik ook dat het me ontzettend goed doet om even goed mijn rustmomentjes te pakken. Ondanks dat ik het gewoon druk heb en eigenlijk altijd wel wat kan doen. Normaal gesproken zou ik dan de neiging hebben om echt gewoon door te knallen. Om maandagavond gewoon door te werken. En nu ben ik gaan lezen. Om gistermiddag gewoon door te werken. En nu ben ik gaan golven. En dat heeft me zo goed gedaan. Dus daar ben ik super blij om. Dit is echt anders dan de Marloes van een jaar geleden of zo. En daar ben ik best wel trots op. Nu heb ik gekeken op Instagram. En ik heb een beetje aansluitende foto's proberen te zoeken. Die jullie hebben gedeeld met hashtag OptimaVita. Of waarin jullie me getagd hebben. @OptimaVita. En ik vond twee die echt heel goed aansluiten bij de vlog van vandaag. Allereerst eentje van Anouk Fitness. En zij heeft een foto gedeeld, maar vooral de caption die erbij staat vind ik echt super mooi. Hij is te lang om hem helemaal te lezen, maar het gaat er zeg maar om dat zij zegt van we moeten altijd van alles van onszelf. Maar ga eens stilstaan bij wat echt belangrijk is voor jou op dit moment in mijn leven. En dat is voor mij, kijk, in het ergste geval was er misschien een artikel minder op optimavita.nl gekomen. Of had ik bijvoorbeeld een video minder kunnen maken. Maar hoe erg is dat voor mij op dit moment? Het is voor mij prioriteit dat ik me weer goed ga voelen en dat ik lekker in mijn vel zit en dat ik mijn rust bewaak. En daar heb ik echt voor gekozen deze week. En ja, Anouk, dankjewel voor het delen, want het is zo waar. En een foto van Romy Tai. Sorry, ik weet nooit hoe ik je achternaam uit moet spreken. Maar zij deelt heel veel vaker foto's met hashtag OptimaVita. Dankjewel daarvoor. Ik bekijk ze echt allemaal. Ondanks dat ik ze niet op allemaal kan reageren. Maar ik bekijk ze echt allemaal. Zij is herstellende van een eetstoornis. En zij zegt ook van ik ga me steeds meer mengen in de maatschappij. En daardoor merk ik dat eten niet het belangrijkste is in het leven. Dat er veel meer andere dingen zijn. En dat het leven niet draait om eten. En ik vind het heel mooi om haar weg een beetje te volgen, zeg maar, in haar herstelling van deze eetstoornis. Goed, dat ging in één keer even heel diep, maar wat ik jullie wil zeggen is dankjewel voor alles wat jullie delen met hashtag OptimaVita of waarin jullie me taggen @OptimaVita op Instagram, want ik geniet er echt altijd weer zo erg van. Nu ga ik dus deze vlog editen en verder cliënten zien en dan in de volgende vlog beginnen we dus gelijk weer vandaag en zien jullie hoe Rashida en ik naar de voorstelling van Nienke Plas gaan, want ik heb er echt zoveel zin in. We gaan eerst lekker uit eten en nou, niet gewoon een leuke avond. Goed, volg ons dus in onze verdere weg naar gezonde leven, na onze vakantie. Ik zie je heel graag in de volgende vlog. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!